Hallo kijkers van Shine Sprites, ook bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Bros. Wonder. We gaan Dolphin Kick 2 doen. Ik vond Dolphin Kick wel oké, maar of ik dat nou super leuk vond de eerste keer. We gaan het toch moeten doen voor dit leveltje. Vorige aflevering waren we goed bezig, want toen hadden we een complete van wereld 2. Oh. Vooralsnog gaat het goed. Oh, we moeten snel zijn nog. Ja. Nou, ik dacht het al. Ik ben zo slimpie. Oeh. Het ging alleen bijna fout met het Slimpy. Oh nee! Volgens mij raakt het niet eens zijn leven kwijt. Oké. Kut. Dood. Ja. Kut, dit is moeilijk. Maar het is niet per se moeilijk als je gewoon geduld hebt, maar geduld in een Mario game is niet mogelijk. Ik zie gewoon geen uitweg hier. Nice. Ik denk dat ik daar naartoe moet en dat is niet de bedoeling. Oh, fuck. Goed, ik ga dood. Kost me allemaal geen levens, dus dan speelt het weer. Ah, nou moet ik groot voor zijn, kut zo. Nee, fuck it, ik ga gewoon groot proberen te worden. Gewoon die laatste coin meteen maar pakken, anders moeten we weer opnieuw doen. Kut. Kut. Nice, wonderful.
En weer zo'n... Zie het gauw. Nice. Kunnen we ook weer afstrepen. Dit ziet eruit als een onderwaterlevel. Wiggler Race, oké. Okay. Nice, dik gewonnen. Oh, nice Wiggler dat je mij zo'n seat geeft. Wow. Ik denk dat hier ook geen coins in zaten. Ik was even bang dat ik coins had gemist, maar ik heb er geen één gezien. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat ze er wel in zaten. Checken natuurlijk. Ja, die is gewoon goed. Nice. Downpour, uproar. Oh. Nou, what the fuck? Oh, daar moet je in zwemmen? Ja, ja. I'm now an elephant. Ja, ja. Hoe kom ik hier beneden? Lijkt wel alsof je onderlangs moet wachten. Hieronder? Ja. Ah, oh, maar dan moet je een andere badge voor hebben. Oké, okay, got it. Kan je terug is de vraag. Nee, je kan niet terug. Oké, dan moet ik het zo opnieuw doen. Met de swimming badge. Ja.
Een hartje. Dat is cute. High heart coins. Nice. En we hebben de Wonderful, dus dat is mooi. We moeten alleen nog maar even die coin zien te fixen. Blijkbaar zit er ook een Wonderflower in dit level. Ja, ja. Nou, we moeten toch opnieuw, dus dan is het niet zo erg. Oh, nu heb ik nog de juiste badge niet. Kut. Ik zou zeggen dat hij hier wel ergens zou moeten zijn. Ah, hier zit ie. Oh, wat de fuck. Grappig. Sorry.
Gaan we weer. Oké, kom maar op met die sheet. Juist. Nice, gehaald. Ik ben trots op mezelf. Nice, on the cake. Oké. Pad naar wereld 3 is geopend. Shining Walls. Oeh, dit ziet er heel interessant uit. Wow, dit ziet er vet uit. Holy shit. Shining Walls. Nou, hier zullen we wel gratis een seed krijgen, hè? Nou, ik believe ook in ons. Kijk, een roze seed. Oké, meteen kopen. Oeh. Oh ja, deze is kut. Search party. Ja, ik moet dit in mijn eentje doen, ik weet het. Kut. Wauw. Ik ben benieuwd. Voor mijn gevoel mis ik hier nog iets.
Kut. Niet? Oké. Okay. Zie je? Ik voelde al iets, dat er iets nog zou moeten zijn. Kijk. Dat is raar, wat moet ik nou doen? Dus net als met die vorige, ik ben meteen eigenlijk geneigd om op te gaan zoeken wat ik moet doen. Ga het toch maar gewoon doen. Het is misschien niet het allerleukste om naar te kijken, maar anders dan zit je echt hier rond te huppelen van wat moet ik hiermee? Een empty Park Mario Wonder. What's up guys? It's Smith here from GamersHeroes.com. Het gaat om de laatste, dus ik kan helemaal doorspoelen naar de laatste. Ja, dat is nummer 4, die had ik al. Oh, wauw. Nou, dat was het. Moeilijk, hè? Ik had hem beter gewoon af kunnen kijken, of niet? Ja, dat is hij. Wat good levels, zeg. Holy shit. Nice, we got a wonder seat. Oh, yeah. Lekker gewerkt, Milano. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie ik je de volgende keer weer. Adios, amigo.